Welkom in deze volgende video op de Wiskunde Academie, waar we het gaan hebben over de somregel. De somregel bij kansen. Je hebt namelijk al een keer bij de somregel te maken gehad, namelijk bij combinatoriek. Bij kansrekening krijg je ook te maken met de somregel. En in sommige situaties mag je hem juist wel toepassen, in sommige situaties niet. Belangrijk is dus goed te beseffen wanneer je dit wel en wanneer je dit niet mag doen. En daarom kijken we allereerst naar twee voorbeeldjes. Je gooit met twee dobbelstenen, is dus een samengesteld kansexperiment. Nou, wat is de kans op de som is 3 van het aantal ogen of de som is 5 van het aantal gegooide ogen? Je kunt ook kijken naar de kans op het verschil is 1 of het product is 12 van het aantal ogen. Nou, in beide situaties heb je te maken met of. En uit de combinatoriek weten we wanneer we met of te maken hebben is het altijd plus, de somregel. Wanneer we met en te maken hebben dan is het altijd een keer situatie, dus die vermenigvuldigingsregel. Maar nou, hier hebben we dus te maken met de somregel, zou je zeggen. Nou, allereerst of is dat betekent of het een, of het ander, of allebei. Nou, in een van deze twee situaties mag je de somregel toepassen, in de andere niet. En waarom dit zo is, waar dit verschil in zit, gaan we deze video laten zien. Laten we eerst eens naar de eerste vraag stellen krijgen. Kijken, wat is de kans, de som is 3, of de som van het aantal ogen is 5? Nou, laten we eens even alle. Alle mogelijkheden even bekijken. De som van het aantal ogen is 3, dat betekent dus of je gooit 2 en 1 of 1 en 2. Dat betekent dat de kans, de som is 3, de som van het aantal ogen is 3, is dus eigenlijk 2 van de 36. 2, 36 is de kans dat je dus de som van ogen is 3 gooit. Dan de som van ogen is 5, dat kan op 4 manieren, namelijk 4 en 1, 3 en 2, 2 en 3 en 1 en 4. Je ziet dus hier de kans op de som is 5 is dus 4 36ste. Nou, de vraag is nu, mag ik deze twee kansen gewoon samen nemen? Als zijnde dat is dus mijn kans dat ik of het een of het ander gooi. Nou, we zeiden al of is eigenlijk, dat betekent of de som van ogens 3, of de som van hoog is 5, of allebei de mogelijkheden. Maar ja, kun je tegelijkertijd zowel de som van hoog is 3 gooien als de som van de ogen is 5 gooien. Nee, dat is niet mogelijk. Dus deze twee gebeurtenissen zijn helemaal los van elkaar. Daarom zie je dus, er is eigenlijk geen overlap. Er is nergens een geval te vinden wat zowel dat je de som van de ogen 3 is en dat tegelijkertijd ook het som van de ogen 5 is. Dus er is geen overlap tussen deze gebeurtenissen. Dus ook de kansen overlappen niet. Kortom, je mag deze dus bij elkaar optellen. Deze twee gebeurtenissen sluiten elkaar uit. Als de som van de ogen 3 is. Dan kan het niet zo zijn dat de som van de ogen 5 is. En als de som van de ogen 5 is, dan kan het niet zo zijn dat de som van de ogen 3 is. Dat zijn uitslui elkaar uitsluitende gebeurtenissen. Vandaar dat je dus mag zeggen: som van de ogen is 3, of som van de ogen is 5. Mag je schrijven als: dus kans op de som van de ogen 3, plus de kans van de som van de ogen is 5. En daarom mogen we zeggen: 2 36 plus 4 36 is dus gewoon 6 36 Dus inderdaad, de kans op de som van de ogen is 3. Of de som van de 5 is dus 6 zes, zesnettenste, dus 1 zesde. Je ziet dus hier, voor elkaar uitsluitende gebeurtenissen, en dit is waar je in dit geval, dit hoofdstuk veel mee te maken krijgt, geldt dus de somregel. Dus je mag dus die kans waarin op staat, mag je dus splitsen en los van elkaar bekijken en uiteindelijk samen nemen. Dat is belangrijk, maar let eens op, die twee kansen die beschreven worden, moeten elkaar uitsluiten. Nou, dan is het natuurlijk wel interessant te weten, oké, okay, wat gebeurt er nou als we elkaar niet uitsluiten? En, en, en hoe kun je dat nou zien? Vandaar dat we ook die andere vraag gesteld hebben. Wat is namelijk de kans dat het verschil tussen de ogen is 1 of het product van de ogen is 12? Dat betekent dus, het is of het verschil is 1 of het product is 12 of beide mogelijkheden. Dus het verschil is 1 en het product is 12. Nou, het verschil van de ogen is 1. Hoe kan dat? Dat betekent dus dat de ene dobbelsteen gewoon 1 hoger is dan de ander. Dus 2 en 1, of 1 en 2. Of 3 en 2, of 2 en 3. Of 4 en 3, 3 en 4. 5 en 4, 6 en 5. En natuurlijk ook weer omgekeerd. Dus er zijn 10 mogelijkheden waarbij het verschil dus 1 is tussen die dobbelstenen. Je ziet dus ook een mooi patroon in dat rooster. Dus de kans op het verschil, dat het verschil verschilsoog is 1, dat is dus eigenlijk 10 van de 36. Dat is als we alleen maar kijken naar de kans op het verschil is 1. Dan kunnen we ook nog zeggen: nou, wat is nou de kans dat het product van de ogen 12 is? Nou, hoe kun je 12 maken? 3 keer 4 en 6 keer 2. Of 12 keer 1, maar er zit geen 12 op een dobbelsteen. Vandaar dus 3 keer 4 of 4 keer 3. Dat dus zijn twee manieren. De andere mogelijkheid is dus 6 en 2 gooien of 2 en 6 gooien. Want ook weer die vermenigvuldiging geeft 12. Dus het product van de ogen is 12. De kans daarop is dus 4 36ste. Je ziet namelijk 4 van alle mogelijkheden is raak. Dat is inderdaad het product 12. Oké, okay, maar nu de vraag: mag ik nu dus gewoon zeggen. Oké, okay, de kansverschil is 1 of product is 12, is dus nou, 10 en 4, 14, 36ste. Dan is het dus de vraag: overlappen deze kansen elkaar niet? Is het, zijn er dus niet gevallen te vinden waarbij ze allebei hetzelfde zijn? Ja, die zijn er inderdaad te vinden. Er is namelijk. Een stukje waarbij zowel het verschil 1 is als dat het product 12 is. Die 3 en 4 namelijk. Wanneer je 3 en 4 gooit, dan is het product en 12, maar ook het verschil is 1. Kijk, en dat is risky, want je ziet nu dus dat je geen 14 geschikte gevallen hebt... ...maar je hebt er dus eigenlijk maar 12. Want 2 worden dubbel geteld. Kortom, wat wordt er dubbel geteld? Ja, dat, is die, dat zijn twee gevallen waar het dubbel geteld wordt. Dus 2 ste heb je dus zowel verschil is 1... Als product is 12. Dus dit, deze twee gebeurtenissen, verschil is 1 en product is 12, zijn elkaar niet uitsluitende gebeurtenissen. En dan kan je dus niet simpelweg de somregel toepassen en die twee kansen bij elkaar optellen. Je hebt namelijk te maken met verschil is 1, alleen maar het verschil is 1 met 8 836. Dus product is niet 12. En wanneer het product dus 12 is, maar het verschil is niet 1, dat is dus 2 236. En je ziet dus eigenlijk de kans in totaal is maar 12/36, waar Waarbij als je gewoon de somregel toegepast, kwam je op 1436 36 uit. Dus de kansverschil is 1 of het product is 12. Is dus, kan je wel uitschrijven, maar dat is dus de kans op verschil is 1. Dat is die 10,36e. Plus de kans op product is 12. Dat is 4/36. Maar let op, alles wat je dubbel neemt, moet je daar dus weer vanaf halen. Want je hebt dus twee gevallen, heb je dus eigenlijk twee keer meegeteld. En het verschil is 1 en het product is 12. Dus je moet hier nog van afhalen, de kans dat het verschil is 1 en product is 12. Dus min 2 ste mocht je hiermee rekenen. Een andere manier hoe je dit ook nog kan benaderen, is juist die drie gebieden apart te pakken. Dus, we hebben hier te maken met productverschil is 1 of product is 12. Dat kun je dus ook als volgt opschrijven. We kunnen zeggen, we hebben te maken met verschil is 1 en product is niet 12. We kunnen, dat is dus 38ste, we kunnen het maken, met product is 12 en het verschil is niet 1. Dus dan zit je in dat onderste bruine gebied, plus 236ste. En de laatste situatie, het product van het verschil, verschil is 1 en het product is 12. Dat is dat overlappende gebied. En dat is die 236ste. Daar bestaat eigenlijk die kans uit. En ook dan is het weer 1236ste. Kortom, de kans is 1 derde. Nou, let op, dit laatste stuk is echt ter verduidelijking bedoeld, Dat je goed het verschil ziet tussen. Wanneer wel somregel en wanneer niet somregel. Je zal waarschijnlijk in de eerste paar hoofdstukken, wanneer je met kansrekenen te maken krijgt, juist alleen maar met situaties te maken krijgen waar je gewoon de somregel mag toepassen. Maar het kan dus heel soms zijn dat je dus ook te maken hebt met niet uitsluitende gebeurtenissen. En je kan je niet zomaar al die kansen op één grote hoop gooien. Nou, dit was de uitleg voor deze video over de somregel. En in de volgende video gaan we daar nog even wat in het voorbeeldvideo op onze te vinden is op onze website gaan we daar nog even een paar voorbeeldopgaven mee doen. Dus tot in de volgende video.